In de serie Zomeritems van Start zijn we vandaag op bezoek bij ijsboerderij Komans bovenop de Weendraai. We kunnen hier niet alleen genieten van het fantastische uitzicht, maar we gaan ook zien wie op ambachtelijke wijze ijs gemaakt heeft werd. Hoe lang hebben ze dit bedrijf al? Ja, we zijn vanaf 26 juni, zijn voor 10 jaar bezig hier. Ja. Dus... Wie bent er toe gekomen om hier een ijsboerderij te beginnen? Ja, dat is een heel raar idee geweest. Ik zat een keer in Todder bij een IJsland ijs te eten. En daar waren we van donderdag daar. En daar zei het tegen mij, dat ze dat niet bij dicht begint. Dat is toch een schoon uitzicht. Ja, en zo doen is er een keer komen. Nu maak ze nu zelf het ijs. Hoe lang maak ze al zelf ijs? Nou, ijs, dat is ongeveer 7 jaar. In het begin heb ik gezegd van ijs maken doe ik zelf niet, maar ja, zit ze niet in die broodje, heb ze geen verstand van. En toen ben ik toch een cursus gaan volgen in Wageningen en omdat ik ook het ijs hoog kreeg, die kostte het niet meer aan omdat het qua hoeveelheden. Dus zodoende ben ik het zelf begonnen. Hoe bedrukt ze de melk van? De melk die komt eigenlijk van keu wat hier op de Weendraai grazen en dat is van hier tussen je de Weendraai en Donderen. Ijs wordt hier op ambachtelijke wijze gemaakt. We zijn hier in een grote ketel. Hoeveel liter gaat erin en wat komt er allemaal bij je? In de tank zit 120 liter. Dat is een 85 liter melk. 8 kilo suiker in. En 10 kilo slagroom. En dan nog het bindmiddel. En nog een 1300 gram boter. Ja, dan mengt ze dat met vanille en dan gaat dat in een andere machine en op 7 minuten is dat veilig. Ja, nee, maar ja, dat is in principe de basismix en door bieren alle soorten ijs van gemaakt eigenlijk. Met uitzondering van een paar wat op waterbasis is. Nu zijn hier binnen in de rij gewoon een gewandelroute staan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat ze van hier kunnen gaan wandelen en in de regio. Ja, daar zijn er die gaan richting Donder, richting Put. Zijn er die gaan langs de bergen, die gaan naar Zitter en voor de Kolleberg terug. Daar zitten best heel leuke routes tegen. Een schone avond om van een ijsje te genieten. Ja. Je komt gans met een tractor, hoe kom je vandaan? Van Put. Doet je dat vaker met een tractor hier rijden? Vaker. Zeker in de werk of zo gaat. Zit je ook werkzaam in de agrarische sector? Nee, ben ik niet. Dit is dan pure hobby, zo'n oude tractor? Is pure hobby, ja. Wie oud is er? Van 62 is er. En de keer zit zelf ook ongeveer zo oud? Ik ben ook van 62, dus ja, we oud zijn. Ja wel, het is 9 uur 's avonds nu en het is nog helemaal even druk. Dat klopt. Het gaat op zonsondergang aan en met dit weer komen best wel veel lui. Hoe komen ze allemaal vandaan? Ja, van alle kanten. Van Zuid-Limburg tot Midden-Limburg, alle kanten. Je hebt nu lekker gewandeld en als beloning een lekker ijsje. Lekker ijsje en dan een tasje koffie. En dan lopen we weer via een omweg lekker druk rondom hier is alles bos en veldje. Ja, ik heb er eens goed met vermaken. Je zit hier van Münsterglijn? Ja, veel zijn van honger van het dorp Münsterglijn. En dus de moest zomaar berg op en ik had slingeren teren door het veldje en dan ja. En dit is een wie komen ons aan, ja. Een vaste pleisterplaats voor u? Ja, meestal wel, ja. Ik geloof dat dit een drukke baan is. Zeker, we zitten eigenlijk elke avond wel vol, ook weer vandaag natuurlijk. Ja, het is wel een drukke baan, ja. Is dit een vakantiebaan voor dich? Ja, zeker. Dit is echt een vakantiebaan. Die kom ik eigenlijk elke zomer her. In de winter moesten we dan even gedangetjes zoeken, maar verder is het is leuk werk in ieder geval. Wat maakt het zo aantrekkelijk om hier om een avond te komen? We zijn met een groep van mannen 14 en ja, naar de rand komen ze maar ook. Ja, niet alleen een ijsje, maar je kunt gewoon lekker een pot bier drinken. Wie zijn in openingstijden? Ja, we gaan open in principe door de week vanaf 1 uur en op zondag vanaf 11 uur. En de sluitingstijd dat is zonsondergang. 7 dagen in de week? 7 dagen in de week, ja.